Goeiemorgen. Kennen jullie die nog van de reclame? We gaan even iets super makkelijks maken, want het is een drukke week geweest. Ik ben net wakker, want ik heb gisteren tot laat gewerkt. Voor het eerst weer. Oh, mijn concert. Dus ik ga iets heel makkelijks maken. Super korte vlog. Let's go. Met Miami. We gaan bananenpannenkoeken maken. Wat heb je ervoor nodig? 2 bananen die al een beetje zo zijn. We moeten niet super... beetje rijpe bananen. Moeilijk. 4 eieren en kaneel. Het is wel voor meerdere personen. Voor meerdere dagen ga ik even maken. Even makkelijk. Ja. Met Miami. Oké, men nemen 2 bananies. Bananies. Zonder die lelijke, vieze. So particular. Oh. Nog meer licht. Waar ik nu in ga staan. Zo, bananies. Je maakt het alvast in little stukjes. Want dan is het makkelijk prakken zo. Another one. Oh, DJ Khaled. En je prak them into little stukjes. Dat kan volgens mij ook gewoon in de food processor. Maar dit kan ook. Geen zin om die dadelijk weer schoon te maken. En het looks really nice like a bananenpapje. Put you 4 eggs in. Misschien is het wel 1 ei op 1 banaan. Wacht even. Dat is wel een goed papje namelijk. Volgens mij is het 1 ei op 1 banaan. Zo, lekker veel kaneel. Het waren ook wat grote eieren. Dus misschien als je kleinere eieren hebt, dat het dan 1 op 2 is. Maar dit is gewoon een goede consistentie, anders wordt het super waterig. Dus, klaar. We gaan het bakken. On over, let's go to the stove. Met Miami. Klein klontje boter in de pan. Even laten smelten. Batter. Met een mooie scoop erbij. Zodat je weet hoeveel je voor een klein pannenkoekje moet pakken. Pan is heet. Pak er een goede schep. Doe hem. Oh, misschien kunnen er wel meer daarin. 2. Ja. 2 pannenkoekjes. En nou wie weet. En dan wie flip hem. Oké, we gaan kijken of we ze kunnen flippen. Het is misschien niet zo'n heel handige spatula ding. Het is niet handig. Ander ding. Oké. Deze is misschien wel handiger. Hij komt gewoon niet helemaal onder. Whoopsakee. Zo. En als de andere kant ook goed is. Dan mogen ze eruit. En wie... Oeh! Oh. Make them all! Nog een klein beetje boter, want ze bleven net al een beetje plakken. Veel boter. Cut you every nook and cranny, please. Zo. Ja, met 2 handen even het beslag erin doen. De next 2 pancakes. Zit hier denk ik nog 1 of 2 in. 6 pannenkoekjes dus in totaal. Lekker. Lekker hoor. We flippen it again. Kijk, deze zit echt goed beter. Maar... Dan nog. Whoopsakee. Soort van. Oh. Derde pannenkoek gaat dan fout, hè? Hier had ik nog iets kijken of iets langer moeten laten. Want dit is toch dit echt stevig genoeg. Sorry, pannenkoek. Het omdraaien ging dan wel weer goed. Dit is gewoon een... Wat voor vorm zien we hier in? Een dier. Pokémon. Pannenkoek. Wow, Pokémon pannenkoek. Wat voor Pokémon is dit? Handjes. Voet. Snavel. Ducklet. Nee. I don't know, man. Pannenkoeken! Volgens mij zijn deze ook klaar. Weird Pokémon. En de laatste 2 pannenkoekjes zitten erin. Laatste mogelijkheid om het goed te doen. Ga eronder. Yes. Oeh, die ging bijna fout.
gewoon snel zijn. Dit schuift dus niet makkelijker onder. Anywho, laatste twee pannenkoeken. En dit waren de laatste pannenkoekjes. Oh, look how pretty. Ik ga er onder. Met Miami. Zo, look at it. It's pretty. We gaan nog even deze bad boy eroverheen gooien. Maple syrup. Nooit genoeg maple syrup. Zo. Nou, ik zei dat ik dit voor 2 dagen ging doen, hè? Maar ik heb super honger en het is al 1:30. Al 1 uur. Ja, dus we gaan dit even brunch. Brunch met pannenkoekjes. Met Miami. Daar gaan we dan. Wow. Ja, ik weet hoe deze smaken. Very good, very healthy. Only eggs and pen en een banana. Very nice. Op zich is die maple syrup niet nodig, maar maakt het wel lekkerder. Oké, dat was een super korte vlog van deze week. Ik zie jullie volgende week. Houdoe! Met Miami.